zie KVS dan uiteraard in het zwart met die rode bovenkant. De eerste aanvallen zijn voor Fortuna Tempus. Met zelfs de eerste score. 2-1 door Marcel Segaar. Maar dan lijkt het er toch op dat KVS wat meer pit in het spel heeft. Fortuna loopt een beetje achter de feiten aan. Het staat nog wel voor, maar... niet meer trouwens. 1-1, Lennart Brom. En Fortuna, dat staat een beetje te kijken. Dat is nog niet helemaal wakker. Terwijl het is al later op de avond is, hoor. Het is prima uitgespeeld. Martin Vrolijk, 2-1. KVS speelt namelijk thuis volgens de loting. Volgende mogelijkheid voor KVS dat bezig is aan een lekkere voorsprong. En hier via Pauline Witkamp op 3-1 komt. Tenmiddels 7-3. Wanneer Fortuna Tempus toch een beetje grip op de wedstrijd lijkt te krijgen. Barbara van Bommel. Ja, die zou de bal moeten krijgen. Ja, inderdaad. Gooien en scoren. 7-4. Volgende mogelijkheid dan voor Fortuna Tempus. Dat inderdaad lijkt een beetje de matheid van de beginfase van zich afgeschud te hebben. En dat was nodig. Joost Preuninger met de 7-5. En dan wordt het toch wel een heel leuk wedstrijdje. Want het wordt 8-5 door Jelle den Dekker. En zal Hans Leeuwenhoek in de pauze toch eens moeten gaan vertellen dat de wekker al een tijdje geleden is afgegaan. Hier wordt het door Marien Ekelmans 8-6. En krijgen we een strafworp. Joost Preuninger, nou, die mist zelden. Ook nu niet. 7 punten voor Fortuna, dus 8-7 de stand. En daarmee is het rust. 11-10. Daar zitten we mee in de tweede helft. Met die stand. Met de aanval voor Fortuna Tempus en het doelpunt van Marien Ekelmans. En dus staan de ploegen gelijk. 11-11. In een wedstrijd waarin het lichamelijk contact op het randje is soms. En de scheidsrechters duidelijk moeten wennen. En de stand nu 11-12 is voor Fortuna dus. Arjan Tijl scoorde. En er wordt wat afgekwekt op dat veld. Doelpunt. Pauline Witkamp, 12-12. Gebrek aan spanning kan je deze wedstrijd absoluut niet verwijten. Marien Ekelmans klaar voor de 12-13. Het wordt de 12-13. En dan lijkt toch Fortuna zich op tijd hervonden te hebben. Hij gaat het kennelijk toch winnen. Vooral wanneer het hier 12-14 wordt door Marien Ekelmans, die zijn verantwoordelijkheid neemt en scoort. KVS. Het zal twee keer snel moeten scoren, want de tijd dringt. Niet alleen de tijd, maar ook Fortuna. Dat dringt aan. Toch komt hier nog het doelpunt van Pauline Witkamp. Maar dan is het een kwestie van tijd voor Fortuna Tempus om het gewoon uit te spelen. Daar is het eindsignaal. Fortuna Tempus wint de Haagse korfbaldagen. Maar klaar voor de competitie? Nee. Is 2 weken voldoende om de ploeg helemaal in vorm te krijgen? Nou, het is natuurlijk lastig gezien de voorbereiding. We hebben het veld achter de rug waarin we niet compleet konden spelen. Nu missen we de hele zaalvoorbereiding met Mia Malta die... vandaag de WK-finale heeft gespeeld. Overigens ook gewonnen, dus dat is mooi. En dat is niet ideaal, want dan kan je niet in je vaste samenstelling trainen en spelen. Maar goed, we hebben de grootste gedeelte van de basis hebben we er wel bij. En het is nu ritme opdoen om uiteindelijk over 2 weken klaar te zijn voor die Haag.